stel dat mij er overkomt. Dan zal ik voor je zorgen. En dan ben je mantelzorger. En dan kun je dus terecht bij het mantelzorgcentrum. Het mantelzorgcentrum is het kenniscentrum en hulplijn voor mantelzorgers uit de kop van Noord-Holland. Wij staan voor u klaar om regeltaken uit handen te nemen, interessante workshops te organiseren of gewoon een luisterend oor te bieden. Mantelzorgcentrum, u spreekt met Tony. Waar kan ik u mee helpen? Het mantelzorgcentrum is voor mensen die hun naasten ondersteunen en verzorging bieden op een regelmatige basis. Dat betekent dat wij ze kunnen ondersteunen en kunnen ontlasten als het gaat om regeltaken, als ze daar behoefte aan hebben of het zelf eigenlijk niet zo goed meer overzien. Maar we zijn er zeker ook voor de professionele partners, zoals zorgprofessionals en welzijnsprofessionals. Die wij ook met elkaar in verbinding stellen, maar ook zeker met de mantelzorg en de zorgvraag in verbinding stelt, zodat eigenlijk de juiste oplossing voor de juiste vraag ontstaat. Mantelzorgcentrum is ontzettend belangrijk, omdat mensen die mantelzorg verlenen, of ondersteuning verlenen aan hun naasten, door het bomen soms het bos niet meer zien. Er is ontzettend veel aanbod, maar er zit ook veel regel en wetgeving aan, wat maakt dat mensen niet precies weten waar ze moeten zijn. En wij zijn eigen bundeling van alle kennis en kunde en ervaring, waarbij professionals, maar ook de mantelzorgers natuurlijk en de zorgverleners gebruik van kunnen maken. En dat we dus meer structuur en verduidelijking kunnen geven in wat er allemaal mogelijk is voor de mantelzorger. Wij geven mantelzorgers ondersteuning. Daardoor zijn zij in staat de zorg voor de naasten en voor zichzelf zo te organiseren dat zij gezond blijven en zorg kunnen blijven geven. Ik heb ook heel veel hulp gezocht, dus ik ben bij het mantelzorgcentrum terechtgekomen, maar ook bij allerlei andere instellingen terechtgekomen. Ja, mijn vrouw is natuurlijk in behandeling bij het GGZ, Noord-Holland Noord. Ja, daar hebben we natuurlijk wel zorg gekregen, maar die zorg was alleen maar geënt op haar. Ik heb een cursus gevolgd bij het mantelzorgcentrum om dus te beseffen dat je zoveel tijd aan de patiënt besteedt of aan je echtgenoot besteedt waarvoor je zorgt en dat er dan ook nog wat voor jezelf is. Ik hoop dat ik dat kan delen met andere mantelzorgers. Als de basis heel sterk is, dan is het een vlieg voor een cent. Ja, wij zijn ook een beetje doe het zelf natuurlijk, zo lang mogelijk jezelf redden. Maar... En ik ben zelf heel moeilijk in hulp vragen. Nou, ik denk als wij hulp van iemand vragen, dat we het wel krijgen, hoor. Je wordt erin gegooid en je groeit erin. En ja, het is ook heel normaal. Wat moet je anders? We passen niet in het plaatje, dus dat is ook met de zorg zo. Dus het aanvragen, we hebben het via een PGB, hebben de ondersteuning. We hebben al 12 jaar een geweldige ondersteuner. Maar om die te behouden, is echt heel erg lastig. Ja, dit is ook echt zo'n mantelzorgsituatie waarbij de mantelzorger vraagt om ondersteuning en hulp. Wij proberen achter die vraag echt de juiste vraag naar boven te krijgen, zodat de juiste oplossing geboden kan worden. Mocht u zo'n vraag hebben of mocht u mantelzorger zijn, u kunt altijd bij ons terecht. Kijk vooral op de website van ons.